We zijn een kwartier ver met een vrije trap van Danny Veit. Pal op het hoofd van Van den Berg, maar die knikt het balletje lullig naast. Kansen als deze kreeg Gent vanmiddag genoeg, maar met intenties alleen brengen zelfs een verzwakt Beerschot moeilijk in de problemen. Op het half uur een mooie actie van Erik Fiscaal. Opnieuw een vrijstaande Van den Berg, maar weer zoeft zijn kopbal rakelings naast. Gent blijft het wel proberen, maar telkens loopt het mis. Verkuil naar Van den Berg, dit keer staat doelman Verheijden in de weg. 5 minuten voor rust hinderen Veit en Van den Berg elkaar. Ballinga met het schot, pal op Verheijden, de rebound wordt al even zwak naast getrapt. Ondanks de aanhoudende Gentse druk raakt Beerschot nooit in paniek en breekt het zelfs af en toe gevaarlijk uit. Hier met een poging van Prins Polly, zijn schot gaat voorlangs. In de tweede helft gaat het met Gent van kwaad naar erger. Lange bal van Fiscaal naar Soudan. Maar alweer zit de doublure van Kermans er gepast tussen. Aan de overkant raakt Peter Fieber de bal net niet hard genoeg om het Gentse geklungel af te straffen. En dat blijft maar duren. Hier nog een keer met Ballinga. Een mooie actie, schot afgeblokt en dan Danny Veit die de onmacht van Gent erg gepast illustreert. 10 minuten voor tijd lukt het dan toch voor de thuisploeg. Van den Berg lanceert Veit. Die trekt knap voor doel en deze keer doet Erwin wel wat van hem wordt verwacht. Gent wint op de valreep met...